programma bij het actueelste actualiteitencollege ever. Dit college is vanochtend om 11 uur tot stand gekomen, dus als het hier en daar sporen van improvisatie vertoont, nou, het is geïmproviseerd. De aanleiding is duidelijk, lijkt me, de aanslag in Parijs, Charlie Hebdo. Er is natuurlijk heel veel emotie bij jullie waarschijnlijk, maar all over the world. Er is ook heel veel actie. Wil je iets doen vanavond om 6 uur op plein 1944? Is er een, ik begrijp, een soort waken, in ieder geval een soort van demonstratie. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Parijs. Maar van het Zoeterbeek-programma zijn we niet van de actie, we zijn van de reflectie. En dus we willen om te beginnen maar eens kijken wat de vragen zijn die dit oproept. Ik denk niet dat we antwoorden hebben. Er is ook nog veel te veel onduidelijkheid. We denken, we gaan ervan uit dat de aanslag gepleegd is door islamitische terroristen. Er werd Allahu Akbar geroepen toen ze met hun kalasjnikovs naar buiten kwamen. Maar zelfs dat wezen nog niet eens helemaal zeker. Maar toch roept dit hele gebeuren en ook de coverage van dit gebeuren door de media en door politici natuurlijk heel veel vragen op. En die vragen willen we op zijn minst duidelijk krijgen. We hebben een aantal mensen bereid gevonden, tot sommigen tot anderhalf uur geleden, om nu snel dit college te geven. We willen deze mensen om te beginnen nu al heel erg hartelijk bedanken dat ze zo snel tijd konden vinden om dit te gaan doen. Om te beginnen is dat Leon Wekker, onze vaste columnist, polemoloog. Die zal zo meteen een korte column uitspreken. Daarna is er een discussie met hem en Joas Wagemakers, islamoloog hier aan de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de RU. En Evert van der Zweer, de hoogleraar Politiek en Sociale Filosofie, ook aan de faculteit FTR hier van de RU. Dus nogmaals om te beginnen, hartelijk bedankt dat jullie zo snel tijd vrij konden vinden. Leon, waar zat je ook alweer? Waar ben je? Daar ben je. Het woord is aan jou. Dames en heren, de vrije pers, een van onze basiswaarden waarop democratie en vrijheid berusten, is aangevallen. En vanzelfsprekend zijn de terroristen erin geslaagd de westerse wereld in rep en roer te brengen. Het is ook niet niks het executeren van een hele redactie. Het is oorlog, wordt er wederom geroepen. In Nederland deed minister Zalm dat ook al een keer, naar aanleiding van aanslagen met nog veel meer slachtoffers. Maar oorlog is een gewelddadig ingevulde conflictfase door daartoe georganiseerde groepen mensen met minimaal 1000 dodelijke slachtoffers. Nu kun je met de Verenigde Staten zeggen dat de strijd tegen terroristen, en dat is iedereen die het niet eens is met de Amerikaanse politiek, oorlog is. Oorlog waartegen zelfs buitenrechtelijke executies geoorloofd zijn. Oorlog waarbij het oorlogsrecht geen rol speelt. Zover zou ik toch liever niet willen gaan. Er zijn 3 criminelen geweest die verblind door eigen ideologie de andersdenkende medemens als non-valeur zien, als levend vlees dat je overhoop mag schieten en in bepaalde gevallen moet schieten. Doodmaken, die cultuur. De kop eraf, liefst nog met een bot mes, is hun devies. Wat gelukkig dat we tegen lieden als die van de Islamitische Staat nu gezamenlijk onze F-16's en straks onze Joint Strike Fighters kunnen inzetten. Als reactie moeten we ze doodgooien en zo de oorlog winnen, al kost het nog wat tijd en veel levens, zowel van militante extremisten als van onschuldige burgers. We zijn geschrokken. We zijn boos en we zijn niet bang. We zijn niet bang, zo wordt in de westerse hoofdsteden in koor geroepen. Het terrorisme staat weer bovenaan de lijst van de bedreigingen van onze waarden, onze maatschappij en ons leven. Terwijl, als het om echte grootschalige bedreigingen gaat, ziekten, honger, armoede en milieuvervuiling voor 1000-voudige aantallen slachtoffers zorgen. Ik ben bang. Maar bang dat nu weer het terrorisme als legitimatie-instrument versterkt wordt.
Het is al eens gebruikt om een onafhankelijk land binnen te vallen. Met alle gevolgen van dien hetgeen men bij IS of ISIS in Irak en Syrië kan navragen. Dank u wel. Misschien de eerste vraag aan Joas, jij als islamoloog. Ik weet dat je aarzelingen hebt om zo snel te reageren. Liever de feiten maar eens wil onderzoeken. Maar als ik de vraag nou even heel erg op scherp stel. Hoeveel aanslagen zijn er nog nodig om nog met droge ogen te kunnen beweren dat de islam een religie van de vrede is? Hoe lang blijf je dat nog zeggen, zeg maar? Ik heb dat nooit gezegd en ik ga dat ook niet zeggen, want de islam is een religie van wat mensen daarvan maken. En in heel veel gevallen is dat vrede, in sommige gevallen zijn dat aanslagen. Dus ik heb dat altijd al met droge ogen gezegd en ik hoop dat nog decennia lang met droge ogen te blijven zijn. Dankjewel. Maar in hoeverre moeten we, is dit volgens jou, hè, nogmaals, we weten nog niet zoveel, maar op basis van we weten, in hoeverre is dit voor jou een islamitische aanslag? Nou, dat hangt er vanaf van wat de islam is. En zoals ik net al zei, moslims maken de islam. Of dit islamitisch is of niet, dat is eigenlijk geen wetenschappelijke vraag. Dat is eigenlijk een vraag die eigenlijk alleen God zou kunnen beoordelen en beantwoorden. En aangezien ik mezelf niet op dat voetstuk wil zetten, ga ik dat ook niet doen. En waar moslims over kunnen discussiëren, over of iets wel of niet toegestaan is volgens de islam, en bij die groep hoor ik ook niet. Het enige dat je kunt zeggen is, in hoeverre gaat dit terug tot de bronnen van de islam? En om die vraag te kunnen beantwoorden, moet je eigenlijk veel meer weten over de motieven van de daders. Wat precies hun doelen waren, waarom ze dit hebben gedaan, enzovoort. En dat weten we simpelweg nog niet, dus ook daarom moet ik het antwoord schuldig blijven. Maar als je nou, laten we zeggen, minder en inhoudelijk, maar bijvoorbeeld meer sociologisch antwoord zou geven. Ik heb net gezien dat op Nederlandse websites van jonge Marokkanen veel reacties te vinden zijn die we misschien niet zo heel fijn vinden. De aanslag wordt toegejuicht, er wordt gezegd dat er in de naam van Allah recht is gesproken. Als je even als islam als sociologische criteria, dit lijken mij islamitische jongeren, te zijn, wijst dat niet op een probleem? En wijst dat niet ook al op een probleem waar deze aanslag zelf vandaan komt? Ik schat dat de daders ergens uit een banlieue komen, lijkt erop, weten we nog niet zeker. Als je het even zo bekijkt, is er dan niet toch zeg maar een probleem met de islam? En nu even niet Geert Wilders gesproken, maar gewoon zoals we dat hier kunnen bespreken. Nou, dat er een probleem is duidelijk natuurlijk. Want er zijn 12 mensen mee omgekomen, dat is automatisch een probleem. Maar, kijk, er leeft bij veel moslims in het Midden-Oosten vooral, maar ook in Nederland en ook in Frankrijk, het idee dat er een oorlog gaande is tegen de islam. En die oorlog die wordt op allerlei fronten gevoerd, wordt militair gevoerd. Bijvoorbeeld in Irak, in Syrië, in allerlei landen, gewoon puur met concrete militaire middelen. Maar die wordt in de ogen van sommige mensen ook gevoerd. En dan heb je dus niet nog een politieke oorlog tegen een regime of iets dergelijks, maar echt tegen een godsdienst. Dat is de perceptie van veel moslims, zeker in de moslimwereld. En die oorlog wordt ook gevoerd door Geert Wilders met zijn uitspraken in hun ogen. Wordt ook gevoerd door cartoons, zoals deze, maar ook door de Deense cartoons, waar een jaar of 10 geleden heel erg moeilijk over is gedaan. En als je al die verschillende facetten, en ik zou nog veel meer kunnen noemen, als onderdeel gaat zien van één grote oorlog tegen de islam, en als je dan bovendien dat nog kunt koppelen aan het beledigen van de profeet Mohammed, wat als een zeer ernstige zaak wordt gezien door vrome moslims, dan heb je eigenlijk een mogelijk recept voor aanslagen zoals deze. Dus ik denk dat als je die twee dingen met elkaar koppelt, hè, dat het besef van de perceptie van een oorlog tegen de islam, die er natuurlijk niet is, er is geen oorlog tegen de islam, er zijn allerlei oorlogen in de wereld, maar je kunt dat niet allemaal samen verbinden als één oorlog tegen de islam. En als je dat gaat koppelen aan iets wat door moslims, door veel moslims, zeker door vrome moslims, als zo erg wordt gezien, zo ernstig als het naakt tekenen van de profeet Mohammed of allerlei beledigende manieren met de profeet Mohammed omgaan, dan kan dat resulteren in zulke soort aanslagen. Dus sociologisch gezien zou je dat zo kunnen verklaren en dat ook nog koppelen aan allerlei andere factoren die er in de samenleving
zijn, zoals bijvoorbeeld vervreemding van de samenleving, discriminatie, werkloosheid enzovoort. Maar opnieuw wil ik benadrukken dat we die dingen eigenlijk nog helemaal niet weten. Dus ik ben nu eigenlijk gewoon hardop aan het denken en niet aan het verklaren, want we weten die dingen nog gewoon niet. Ja, dat is echt even voor de hele discussie. Tuurlijk, maar ik wil het graag even benadrukken, dat ik hier niet dat dan doe. Ja. Nog een vraag. Het feit dat men, wat je zegt, percipieert in de perceptie van moslims er een oorlog gaande is tegen de islam. Wijst dat niet ook op een dieper probleem, namelijk de verhouding tussen islam en, laten we zeggen, zoiets als moderniteit? Het feit dat men niet snapt dat Charlie Hebdo een medium is dat kan zeggen wat het wil. Problemen met inderdaad vrijheid van meningsuiting en dat soort zaken. Het feit zelf dat men het percipieert als een oorlog, betekent dat niet dat er toch een probleem is hier, even heel breed tussen religie en seculiere staat, seculiere samenleving? Nou, zo sterk zou ik het niet willen formuleren, omdat als je bijvoorbeeld, laten we zeggen, 60, 70 jaar teruggaat, dan zie je dat er bijvoorbeeld in het Midden-Oosten allerlei dingen gebeurden in dezelfde islamitische landen als die er nu zijn, die minstens zo erg waren als wat er nu gebeurt. Dat er bijvoorbeeld, er waren dichters in die schreven gedichten in de stijl van de Koran. En als je de Koran een beetje kent, en dat geldt voor mij, en je leest die gedichten, dan zie je duidelijk, oké, die heeft dat geschreven in de stijl van de Koran. Dat zou vandaag de dag door heel veel mensen als godslasterlijk worden afgedaan. In die tijd was het helemaal niet zo. President Nasser van Egypte, in de jaren 50, 60 was hij president, die heeft wel eens lezingen gegeven. Die zei van, ja, die vrouwen allemaal met stomme hoofddoeken, wat moeten we daar nou mee? Mm-hmm. Nou, dat zou de president van Egypte vandaag de dag nooit meer zeggen. En om verschillende redenen niet, waaronder dat zijn vrouw een hoofddoek draagt. Maar dat geeft er wel aan dat je niet zo kunt stellen dat de islam botst met de moderniteit, of dat de islam op gespannen voet staat met de moderniteit, laat staan de religie als geheel. Maar dat de beleving van in ieder geval een aantal moslims vandaag de dag, dat had wel spanning vertoond inderdaad. Je zag ook naar aanleiding van die Deense cartoons, waren er mensen die zeiden van ja, maar als je nou eens kijkt hoeveel narigheid er bijvoorbeeld over Joden wordt gezegd in de Arabische pers en ook in cartoons, dat is toch veel erger dan wat wij zeggen over de profeet Mohammed. Dan zeiden we nee, want Joden zijn gewoon mensen en de profeet Mohammed is een heilige persoon. Wij beledigen Jezus toch ook niet? Nou, dat is ook zo, moslims staan niet bekend omdat ze Jezus beledigen, omdat ze Jezus als een profeet zien. Waar wij in Nederland heel erg sterk geneigd zijn om te denken, nou, dode mensen, figuren zoals Jezus, Mozes, Mohammed enzovoort, Boeddha, weet ik veel, die mag je allemaal beledigen, maar je moet niet groepen gaan beledigen, zoals Joden, moslims enzovoort. Is dat in de moslimwereld heel vaak precies andersom. Dan heeft men zoiets van, nee, die personen als Mozes, Jezus en Mohammed, die zijn heilig, daar mag je niks over zeggen. Ja, als je Joden, als je die varkens noemt, ja, goed. Het is niet aardig natuurlijk, maar ja, dat zijn gewoon mensen, daar mag je dat over zeggen. Dus er is een heel andere perceptie op wat beledigend is en wat niet. Mm-hmm. En het onbegrip daarover, daar is er wel degelijk een spanning tussen wat er in de moslimwereld leeft, en ook onder moslims in Nederland soms, en wat er doorgaans in Nederland leeft. Dat er onbegrip is en dat men niet snapt waarom de andere partij dat niet ziet. Mm-hmm. Even het juist politieke filosofen... hebben we misschien ook de neiging om te wachten tot de uil s'avonds uitvliegt. Dus het feit dat we nu zo kort na de gebeurtenissen het hier is een beetje vroeg. Is misschien een beetje vroeg, maar toch, desondanks. Wat voor vragen roept dit op volgend jaar? Wat moeten we die vragen eigenlijk wel stellen? Of hoe kijk je hier tegenover? Ten eerste, ik denk dat niet genoeg benadrukt kan worden wat Joas net ook al deed. Dat we heel erg veel hierover nog niet weten. Dus als je erover spreekt, dan is dat hoe dan ook in voorwaardelijke termen, zeg maar. In afwachting van in meer informatie, in afwachting van verhoren misschien. Ik heb begrepen dat die daders inmiddels opgespoord zijn en misschien ook al opgepakt. Nou, daar zal dus een heel gebeuren op gaan volgen. Daar zal allerlei informatie uitkomen die we nu nog niet hebben. Dus alles wat je erover zegt is met grote voorzichtigheid. Ik denk wel dat je een paar meer algemene dingen kunt zeggen. En voor een deel eigenlijk onafhankelijk van deze situatie. Een eerste belangrijk element wat mij betreft is, ik zal het proberen zo polemisch mogelijk te zeggen, er bestaat niet zoiets als een islamitische aanslag. Een aanslag is als aanslag niet islamitisch. Er bestaan aanslagen, helaas zijn er heel veel aanslagen in de wereld van vandaag, en Joas wees er terecht op, het grootste deel daarvan niet in Europa.
En de mensen die die aanslag plegen, kunnen zich op een gegeven moment op een bepaalde ideologie beroepen. Of kunnen zich op Allah beroepen. Of kunnen zich waar dan ook op beroepen. Maar dat ze dat doen, staat in principe los van wat er gebeurt en van de aanslag die gepleegd wordt. Dus ik ben heel erg huiverig voor het heel nauw bij elkaar brengen van die verschillende elementen en die factoren. Maar... En al helemaal voor het soort kortsluiting dat zegt van, oh, dus moeten we gaan zoeken naar wat in de islam hiertoe leidt. Maar wordt het nu niet een heel klein beetje academisch? Als mensen 12 journalisten neermaaien en naar buiten lopen en Allahu Akbar roepen en zeggen... we hebben de ongelovigen, wat riepen ze? Iets, in ieder geval iets, in mijn ogen, islamitisch. Dan is het geen islamitische aanslag? Wanneer is iets dan wel? Ik vind dat iets nooit een islamitische aanslag is. Zoals ik net zei, een aanslag kan als aanslag niet islamitisch zijn. Zoals een oorlog als oorlog ook niet heilig kan zijn. Een oorlog kan heilig zijn in de perceptie van bepaalde partijen die aan die oorlog meedoen. Ja. Maar dat is iets anders, want die heiligheid is dan iets dat hoort bij die... deelnemende partijen en niet bij de oorlog. Ja, maar het punt is hier, alles is toch perceptie hier? Ik bedoel, het gaat toch ook in de media om het beeld van wat er gebeurd is. En nogmaals, de beelden spreken toch voor zich. Ik bedoel, wat heeft het voor zin om te zeggen dat een aanslag als zodanig niet islamitisch kan zijn? Wat wil je daarmee bereiken? Wat wil je daarmee zeggen? Ik denk dat je zelf eigenlijk al het antwoord geeft. Als je zegt de beelden spreken voor zich, dat sluit uit dat alles perceptie is. Want als alles perceptie was, konden de beelden niet voor zich spreken. Wat de beelden voor zich zeggen, is dat er bepaalde dingen geen kwestie van perceptie zijn. Namelijk dat er mensen bloedend op de grond liggen. Namelijk dat er mensen doodgeschoten worden. Namelijk dat een tijdschrift onthoofd wordt van zijn redactie. Van zijn hele redactie onthoofd. En ik vind dat je, zeker ook vanuit het perspectief van de rechtsorde of de rechtsstaat. Maar ook vanuit het perspectief van mijn vak, politieke filosofie. Dat je... dat wat er daadwerkelijk gebeurd is, los moet zien. Je kunt het er niet helemaal van ontkoppelen. Maar wel moet proberen los te zien van de vele percepties en interpretaties die daar losgelaten worden. En niet die interpretaties en percepties projecteren in de gebeurtenissen. En als we dat nou, stel dat we dat zouden kunnen of zouden moeten doen, hoe ziet dat er dan zo ongeveer uit volgens jou? Nogmaals, voorschot nemend op alles wat we nog, informatie die we ook zullen kunnen krijgen. Dat er 12 mensen vermoord zijn, 10 journalisten en 2 politieagenten op, met voorbedachte raden, duidelijk gepland, duidelijk voorgenomen, dat verschrikkelijk is, dat ook ongetwijfeld zwaar bestraft zal worden, en ook terecht zwaar bestraft zal worden. Maar dat je terughoudend moet zijn in het vertalen daarvan naar een discussie over wat moeten we nu met de islam in Europa. Dat we daar iets mee moeten is ook wel duidelijk, en het heeft ook wel met elkaar te maken, maar ik vind er wel dat je die zaken uit elkaar moet proberen te houden. Maar ondertussen is die discussie al gaan woeden. In Frankrijk is de familie Le Pen zich al aan het klaarmaken voor de lokale verkiezingen die daar eind volgend jaar zijn. Geert Wilders heeft alweer tweets de wereld ingestuurd, inderdaad over oorlog. Is zo'n constatering, het beroep op verstandig zijn als wat jij nu doet, is dat niet, ben je niet een heel klein beetje roepen in de woestijn op deze manier? Ja, mogelijk. Ja. Maar Jezus en Mohammed begonnen ook als roepende. Ja, dat is waar. Daar zeg je ook weer wat. Leon, jij bent bang voor de zoveelste inval, legitimatie. Hè? Dus het gebruiken van terreur als legitimatie voor, laten we zeggen, staatsterreur, oorlog. Waar doe je dan op? Waar ben je precies bang voor dan? Ik ben bang voor het feit dat inderdaad dus het beeld zeer bepalend is... ver achterblijft bij de werkelijkheid. Het is nu immers zo dat mensen zich gedragen niet in overeenstemming met de waarheid, de werkelijkheid of de feitelijkheid, maar met datgene wat zij menen dat de werkelijkheid, de feitelijkheid en de waarheid is. En datgene wat zij menen wordt met name dus door politici en door de verschillende media wordt dat aangereikt. En waar ik bang voor ben, is dat het terrorisme, dat als zodanig helemaal niet bestaat. Het terrorisme bestaat evenzeer niet als de democratie niet bestaat. Maar dat het terrorisme weer gebruikt wordt om allerlei andere zaken te legitimeren, te rechtvaardigen. Zoals in het recent verleden men een onafhankelijk land is binnengegaan. Onder meer ook met een verwijzing naar het terrorisme dat er niet was. Maar wat juist als gevolg van die inval daar is gekomen niet. U kunt dat nu in Irak en ook in Syrië kunt u dat
navraag. En dat is denk ik datgene waar je voor beducht waar... moet zijn. Dat ja. juist ook dit wat zeer tot de verbeelding spreekt, niet een hele redactie wordt geëxecuteerd. Maar het is wel een incident. Het is niet zo dat wij moeten vrezen dat morgen het hele parlement wordt omgelegd door een aantal criminelen. Het aantal moorden in Nederland is overigens ook vrij groot. Als we dat vergelijken bij het aantal slachtoffers van terrorisme in Nederland, dan is dat, meen ik, één van Gogh in 10 jaar, maar toch niet zo gek veel is. Ja, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar nogmaals de vraag in concreto. Waar ben je in concreto bang voor? Ik ben daar bang voor dat de mensen daartoe geholpen of gedwongen door de media en de politiek, het beeld, en wat nu hier ook is aangegeven, niet van islam heeft ergens toch betrekking op datgene wat er gebeurd is, dat verder in de onderbuik van de Nederlanders en niet alleen van degene die op de PVV gaan stemmen, vaste voet krijgt. Daar ben ik bang voor. En dat dit juist iets is wat er juist zo geschikt voor is om dat te realiseren. Om te realiseren het beeld dat niet klopt bij de werkelijkheid gevestigd te krijgen in de hoofden van de mensen, waardoor zij geneigd zijn ja te zeggen tegen de politiek die zegt: wij gaan oorlog voeren, niet iets onzinnigs. Welk idioot zegt dat, behalve de heer Zalm en de heer Wilders? Maar als ik jullie alle drie nou een beetje beluister, dan krijg ik een beetje zo het idee: nou, doe maar rustig aan. Ik krijg een beetje het gevoel dat het wat gebagatelliseerd wordt. Alle opwinding in de media, et cetera. Is dat niet een reflex van, misschien moet ik wel zeggen, ons, laten we zeggen, zichzelf als weldenkende, misschien wat progressieve academische mensen, om bij iedere aanslag opnieuw of bij iedere gebeurtenis opnieuw te gaan zeggen: nee, maar het heeft natuurlijk helemaal niets met islam, een islamitische aanslag bestaat niet, er wordt allemaal geweld gebruikt. Is dat niet een hele goedkope houding eigenlijk? Enigszins relativeren is natuurlijk zeer juist. Ja, maar het is niet zo dat er gebagatelliseerd wordt. Zeker ook nu niet. Dat kunt u ook navragen bij de AIVD en 1500 medewerkers. En bij de MIVD en bij al diegenen die hun... Ja, maar die roepen niks, hè? Met antiterrorisme. Ja. Maar, ja, Joost. Ik denk ook, even zei net van, er zijn 12 mensen vermoord, 10 journalisten en 2 politieagenten. Dat is vreselijk. Als iemand zoiets zegt, dan bagatelliseer je niet, hè? Nee, maar hij sprak namens ons drieën, denk ik. Dat bedoel ik ook niet. Maar, en ook de islam heeft er niks mee te maken. Ook dat hebben we niet gezegd. Mm-hmm. En dat was ook niet even zijn insteek toen hij zei: er is niets en niets als een islamitische aanslag. Maar, kijk, ik las gisteren een column, ik zal niet zeggen van wie. Maar er was iemand die zei: het is meermalen die zei: het is oorlog. En kom me niet aan met al die vrede, dat de overgrote meerderheid van de moslims vredelievende burgers zijn, want we hebben met de islam gewoon te maken met een ideologie die onverenigbaar is met wat wij hier in Nederland willen. Dan denk ik bij mezelf, wat is dat nou voor houding? Kom me niet aan met het feit dat de meerderheid, overgrote meerderheid van de burgers in Nederland, sorry, de moslimburgers in Nederland, vredelievende burgers zijn. Kom me daar niet mee aan, hè? Ik ga gewoon ongehinderd door kennis van zaken, ongehinderd door feitenkennis, ga ik gewoon een conclusie trekken op basis van een idee dat iemand heeft. Maar het jammere daarvan is dat je in feite, en dat zeggen moslims ook vaak, ons geloof wordt gekaapt door een aantal extremisten, dat je in feite ze toestaat dat te doen. Want je gaat de islam vereenzelvigen met wat terroristen daarvan maken. In plaats van dat je zegt: de islam is mijn buurvrouw, of mijn collega, of de man die bij mij de post bezorgt, of de moeder van het kind dat bij mij thuis komt spelen met mijn zoontje of dochtertje. Dat is niet de islam. Nee, de islam wordt vereenzelvigd door die 2 mannen die in Parijs die 12 mensen hebben vermoord. En niet alleen doet dat geen recht aan een godsdienst met 1,5 miljard beleidende leden, zou je bijna kunnen zeggen, en met 1,5 miljard aanhangers, die verspreid is over heel de wereld en die meer dan 1400 jaar geschiedenis heeft. Maar het doet ook geen recht aan al die individuele moslims die gewoon in Nederland, net zo goed als wij allemaal, hun best doen met studie, of er helemaal hun best niet doen met studie, die hard werken, of de kantjes ervan aflopen, die proberen wat van de Nederlandse samenleving te maken, of gewoon heel de dag in hun bed blijven liggen.
Oftewel, net zo zijn als ieder ander. Mm-hmm. Lui, ijverig, goed, slecht, noem maar op. En dat is gewoon heel erg jammer. En het is niet alleen jammer, dat zeg ik als Nederlander, niet als academicus. Maar als academicus en als islamoloog zeg ik ook, het doet geen recht aan de geschiedenis van de islam, aan de diversiteit van de islam, aan de dynamiek van de ideologie die zelfs ten grondslag ligt aan de daden van veel van deze mensen. Dus zelfs als we het hebben over Al-Qaeda en over de Islamitische Staat, zelfs dat is nog een heel diverse groep. En dan wil ik niet zeggen dat we daar nu mee moeten gaan, maar het is denk ik heel goed dat mensen zoals wij en ook anderen hier op een universiteit blijven zeggen van laten we nou eens goed bekijken hoe het zit. Vanaf het moment dat ik gevraagd ben hiervoor, wat anderhalf uur geleden was, ben ik al twee keer door de media benaderd. Eén keer door Radio 1, één keer door Nieuwsuur. Om te vragen, kunt u bij ons in de studio komen? Ik heb allebei een keer nee gezegd. En waarom zeg ik nee? Omdat er journalisten zijn die denken, oh, die wagenmakers, dat is een islamoloog. Dus die zal hier wel verstand van hebben. Daar weet ik helemaal niet of ik daar verstand van heb. Ik weet helemaal niet wat hun motieven waren. Als blijkt dat die mensen daadwerkelijk Al-Qaeda-aanhangers zijn, als blijkt dat die mensen werkelijk een radicale ideologie aanhangen, ja, dan ben ik waarschijnlijk de beste in Nederland die je kunt vragen. Maar dat weten we niet. En dat is het probleem. En daarom zegt Evert ook, er is niet zoiets als een islamitische aanslag. Het is niet, die aanslag is niet geboren en getogen als moslim. En dat is misschien relativeren, maar op geen enkele manier bagatelliseren. Dat is heel belangrijk. Wij vinden net zo erg dat die 12 mensen om zijn gekomen als ieder ander. Nee, bagatelliseren bedoel ik natuurlijk niet over het feit zelf, maar wel over de vragen die het oproept. En zeker wat betreft inderdaad de rol van de islam, daar geef je inderdaad ook heel duidelijk antwoord op. Evert, de discussie wordt op dit moment beheerst, zo niet gekaapt door inderdaad types als Le Pen in Frankrijk, die inderdaad nu haar verkiezingscampagne officieel en inofficieel is begonnen. Geert Wilders in Nederland. Hoe kun je een discussie voeren over en deze vragen en ook de vragen die het oproept over de verhouding tussen deze religie en een seculiere samenleving. Hoe kun je die voeren terwijl het tegelijkertijd dit lawaai is en zonder in de goedkope reflex van ja, maar het zijn ook allemaal mensen en ze geloven ook allemaal in vrede, et cetera. Is zo'n discussie eigenlijk nog wel mogelijk? Is dat niet eigenlijk ook misschien wel wat afgezien van natuurlijk de ongelooflijke tragische dood van deze 12 mensen, in ieder geval zeker dit van de 10 journalisten, is dat ook niet het eigen probleem dat langzamerhand steeds groter wordt? Ja, ik denk dat je daar wel een punt hebt. Ik wil eerst nog heel even terug naar dat bagatelliseren, dat jij ons daarmee provoceerde en bewust en terecht ook. Ik denk dat er niets is en ook niets kan zijn dat dit soort daden rechtvaardigt. Dus ik denk dat je daar heel duidelijk over moet zijn. Zoals ik overigens ook vind dat niets rechtvaardigt, Leon Wekke in zijn column refereerde daaraan, niets rechtvaardigt de wijze waarop Osama bin Laden geëxecuteerd is in Pakistan. Ook dat vind ik een onrechtvaardbare manier van handelen. Waar Amerika nooit voor op het matje geroepen zal worden, dat is een andere kwestie. Maar dus ik vind dat je moet heel scherp zijn in je veroordeling van dergelijke handelingen. Helemaal nog ongeacht de redenen of de motieven. En daarom is dat ook iets wat je nu al kunt zeggen. Ook al weten we nog niet wat de feitelijke motieven van de daders waren. Dan kun je ongezien de achtergrond en ongezien de motieven kun je dat zeggen. Dit kan gewoon nooit. Maar een tweede belangrijk punt is denk ik dat als je het hebt over feiten aan de ene kant. Joas noemde net ook nog een paar belangrijke feiten. En aan de andere kant percepties. Percepties zijn zelf ook weer feiten. Dat wil zeggen, het is een feit dat bepaalde dingen door bepaalde mensen op bepaalde manieren gepercipieerd worden. En daar moet je wel weer iets mee. Daar kun je ook weer, zeg maar, academisch naar kijken. Dus dat kun je tot object van onderzoek maken. Waarom denken mensen over dingen zo misplaatst als ze erover denken? Maar dan loop je een heel groot gevaar. Dat is dat je je van de discussie loszinkt. Ja. Omdat je dan eigenlijk zegt, jij met jouw perceptie, jij bent geen volwaardige partner in het debat. Kom eerst maar eens van je vooroordelen af. En wij zijn zogenaamd helemaal vrij van vooroordelen en wij kunnen dus wel het debat voeren. Daar zit een heel lastig punt. En daar zit denk ik vooral een punt omdat wij tweetal eeuwen na de verlichting ook niet meer zo automatisch geloven in zoiets als objectieve waarheid versus allerlei misleidende ideologieën en religies. Dat is wat, laat ik het zacht uitdrukken, wat complexer geworden. Ja. Maar dat neemt niet weg dat je wel, vind ik, als academicus, en dus in deze context, A, het soort terughoudendheid moet betrachten wat Joris daar net ook heel duidelijk betrachtte, van ik ga niet dingen beweren waar ik niet deskundig over ben. Dus als ik dat doe, dan doe ik dat eventueel als mens of als burger, als Nederlander, maar niet als wetenschapper die een bepaalde deskundigheid claimt.
En het tweede is, ik denk dat je die discussies wel echt ook actief op moet zoeken. Dus ik denk dat je wel moet gaan zoeken naar de plekken waar die percepties met elkaar in discussie gaan. Ik zou bijvoorbeeld heel erg hopen dat er naar aanleiding van deze gebeurtenissen onder moslims, tussen moslims en met moslims allerlei discussies gaande op gang komen over ja, hoe staan wij daar nou eigenlijk in? Wat betekent voor ons die heiligheid van het niet afbeelden van de profeet Mohammed? Is dat iets dat totaal ononderhandelbaar is? Of kunnen wij ons op een gegeven moment verenigen met een principe dat sinds diezelfde verlichting dragend geworden is, denk ik, voor ons type samenleving? Namelijk, ik kan heel erg willen dat iets niet bestaat, of ik kan heel erg willen dat iets van de aardbodem verdwijnt, maar dat is iets totaal anders dan concrete stappen gaan ondernemen om te zorgen dat het ook gebeurt. Dat het ook daadwerkelijk verdwijnt. Daarom, je noemt zelf Geert Wilders, voor mij zat de angel van het verhaal van Geert Wilders over die minder Marokkanen in Nederland, niet in het willen van minder Marokkanen, dat mogen mensen van mij best willen, maar in zijn laatste opmerking, dan gaan we dat regelen. Daar zit het probleem. En daar zit, maar dat is heel erg westers of heel erg Europees, om te zeggen er is een radicaal verschil tussen het willen van iets en het ondernemen van concrete handelingen om dat nader bij te brengen. En daar ligt ook precies de grens die deze mensen, om welke reden dan ook, overschreden hebben. Maar als je dat, hè, als je dat zo zegt, die plekken gaan opzoeken waar die discussie gevoerd kan worden, dan veronderstel je al mensen die discussie willen voeren. Dan veronderstel je in zekere zin mensen vanuit de islam die de verlichting dan ook hebben doorgemaakt. Ja. Maar is dat niet juist het probleem, dat er grote groepen zijn die dat niet wensen door te maken? En niet alleen dit soort terroristen. Jij veronderstelt een gesprekspartner die er misschien wel is, maar misschien ook niet heel erg representatief is voor een hele bevolkingsgroep. Of ja, ik denk niet dat dat zo zwart-wit is. Ik kan me ook wel voorstellen, ik kan me wel iets voorstellen bij een soort, wat je toch vaak proeft, een soort zwijgende solidariteit van veel moslims. Ja. Van laten we ons nou maar niet te veel uitlaten over allerlei dingen, want dan roepen we discussies op die we eigenlijk niet willen voeren. Nou, ik denk dat daar op een gegeven moment wel mensen over iets heen moeten gaan stappen. Maar of ze dat doen of niet, is een hele andere vraag. En je kunt niet garanderen of afdwingen dat andere mensen bereid zijn tot gesprek. Dat kun je nooit. Joost, vind jij dat realistisch? Een dergelijke, of haalbaar of wenselijk, een dergelijke oproep tot discussie? Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook dat er wel degelijk mensen zijn die bereid zijn tot zulke soort discussies, maar ik denk ook dat het heel erg uitmaakt wie de gesprekspartner is aan de andere kant, om maar eventjes in die wijzijtermen te blijven. Kijk, als dat iemand is die duidelijk laat merken, wij willen met jullie in gesprek als gelijkwaardige burgers van dit land, dan is daar denk ik behoorlijk wat animo voor. Als Nederlanders, hè, want we hebben het, Geert Wilders zei minder Marokkanen. Hij zat er natuurlijk naast. Die mensen zijn geen Marokkanen. Marokkanen wonen in Marokko. Dat zijn Nederlanders. Dat is heel belangrijk. Ik hoop dat jullie de volgende keer dat jullie allemaal het hebben over Marokkanen en Turken daar nog eens over nadenken. Dat het Nederlanders zijn. Marokkanen wonen in Marokko. Turken. Het lijkt er trouwens op dat de daders ook... er is een identiteitskaart gevonden. Dat was een Franse identiteitskaart. Het interessante was overigens dat de politieagent is neergeschoten Ahmed heeft. Dus dat is ook... ook iets. Ja, ja. Maar goed, het zijn dus Nederlanders. Maar als je op basis van de gelijkwaardigheid met mensen wilt discussiëren en niet één van wij hebben superieure waarden, jullie als achterlijke barbaren moeten je daaraan aanpassen. En ook een houding die open is en die niet aanvallend is. Om misschien een voorbeeld te geven. Ik heb toen ik mijn proefschrift schreef een keer gesproken met mensen die voordat ik een gesprek met ze had gingen bidden voor de jihadstrijders in Afghanistan. Toen dacht ik bij mezelf, oké, waar ben ik in terecht gekomen? Maar dat waren dus mensen, waren Al-Qaeda aanhangers. Daadwerkelijk, de full monty. Mensen die in Afghanistan hadden gestreden enzovoort. En die, na afloop van het gesprek, konden ze het allemaal beren goed met mij vinden. Niet omdat ik ook maar een nagelschrap af had gedaan van mijn principes, maar omdat ik een open blik had getoond en gezegd, ik ben hier niet om jullie te veroordelen, ik ben gewoon om naar jullie te luisteren. En dat hadden zij nog nooit gehoord. En nogmaals, ik sta absoluut niet achter een ideologie en ik wil niet goed praten wat ze doen of wat ze denken, maar ik had een open blik. En ik denk dat er bij heel veel moslims, in de moslimwereld, maar ook in Nederland, zoiets heeft van, ik ben wel tegen IS, ik ben wel tegen Al-Qaeda, ik ben wel tegen deze aanslag, maar ik wil niet mijn eigen nest bevuilen. En er is al zoveel kritiek op de islam. En zolang Geert Wilders de dingen nog roept die hij roept, ga ik dan niet nog eens een keer aan toevoegen door mijn moslimbroeders en zusters, hoezeer ik ook van ze walg,
ook nog eens een keer te beschuldigen. En ik denk dat als we die, om zo even te zeggen, die angel eruit kunnen halen en een rationele en open discussie kunnen voeren op basis van gelijkwaardigheid, niet alleen op nationaal niveau, maar ook op religieus niveau, op sociaal niveau enzovoort, dat er muren neergehaald kunnen worden. Dat mensen niet meer in een soort verdedigingssituatie zitten, dat ze niet meer denken van we moeten bij alles in de verdediging springen, maar dat mensen zeggen van ja, goh, je hebt eigenlijk best wel een punt, maar ik ben pas bereid dat te erkennen als ik weet dat jij mij niet vervolgens aan gaat vallen. Dus ik sluit me aan bij Evert en ik denk dat die... Maar die omstandigheden duren wel even voordat we die gecreëerd hebben. Ja. Dus ik ben niet optimistisch. Okay. Er is ruimte voor vragen uit publiek. Probeer kort en duidelijk en hard te spreken. Ik zal de vraag herhalen. Wie wil er een vraag stellen? Ja, ga even staan anders. Vandaag kwamen natuurlijk alle voorpagina's met cartoons, gekleurde cartoons, zwarte voorpagina's heb ik gezien, nieuwsfoto's. Wat vinden jullie dat de rol van de media in deze moet zijn? Joost, Evert, ja. Moet zijn, zeg je. De vraag naar wat de gewenste rol zou zijn. Ja. Ik denk dat de rol van de... Wat de rol van de media moet zijn, dat is een vraag waar ik niet geneigd ben een antwoord op te geven. Wat ik wel kan zeggen is dat ik geneigd zal zijn als kwaliteitskranten te beschouwen die kranten, en dus als kwaliteitsmedia die media, die iets anders doen dan alleen maar herhalen wat alle andere media ook al op de voorpagina gezegd hebben, en die iets anders doen dan meegaan in een soort algemene golf. En die proberen de zaak van meerdere kanten te belichten. Die proberen daarin ook het onderscheid te maken tussen feiten en percepties. Ik zou graag willen dat media, of dat er in ieder geval ook media zijn die dat doen en die niet alleen maar hier opduiken als de zoveelste welkome hype. Want dat is denk ik wel een probleem wat we in een land als Nederland, maar als met name in de media, hebben. Als er een voltallige redactie van een nieuwsmedium wordt vermoord, heb je dan niet de plicht als verlicht westers medium om voor mijn zwarte voorpagina de allerergste cartoon over Mohammed op de voorpagina te zitten? Is dat niet gewoon wat je behoort te doen, zeg maar? Nou, of dat is wat je behoort te doen, dat weet ik niet. Wat ik denk dat je moet doen als medium, als journalistiek medium, is inderdaad je solidariteit betuigen met de redactie die hier om zeep geholpen is. Dus dat vind ik prima. En ik vind het ook prima om een cartoon als voorpagina te gebruiken. Ik heb grote twijfels op het moment dat het geframed wordt als onderdeel van iets wat als een oorlog gezien wordt, of als een onderdeel van de grote strijd. Ik krijg een hele vieze smaak in mijn mond wanneer ik zie of lees dat Vladimir Poetin en president Erdogan hun afkeer over deze terroristische daad uitspreken, terwijl tijdschriften als Charlie Hebdo in hun eigen land al geruime tijd geleden om zeep geholpen zijn. Of geen schijn van kans hebben om vanaf het begin. Dus ik vind dat ook media wel de plicht hebben om daarin de nuance te zoeken. Ook daar waar die door de brede publieke opinie niet meteen gevonden wordt. Ja, maar dan zou ik zeggen die nuance dan na die voorpagina die niet genuanceerd is. Ja, maar wel in hetzelfde nummer. Oké. Nog meer vragen? Opmerkingen? Ja? Nou, misschien kan ik luid genoeg spreken. Ja, jij wel, ja. Ik zal ook met deze nou niets meer uit spreken. Maakt niks uit, de microfoon. Nee, ik spreek nu wat zachter. Go. Toch even terugkomen op die bagatellisering. En ik weet precies dat jullie niet bedoelen dat het maar nergens op slaat, die bagatellisering, het verlies van levens. Maar er is wel een soort, ik voel een soort woede. En ik vind het lastig om die kwijt te kunnen, zeker als vanuit de academie of vanuit de, zeg maar, niet-populistische politieke partijen gezegd wordt, ach, we moeten niet meteen alle moslims op een hoop gaan gooien. Hè? We moeten het maar niet over islam hebben. Ik weet dat ik nu chargeer ten opzichte van jullie positie. Maar
ik zal nooit op een populistische partij stemmen. Maar als zij de enige partij zijn die zeggen, jongens, er is een probleem met islam, daar moeten we naar kijken. En de rest zegt, tiptoeing en voorzichtig en zo. En niet zeggen, nou ja, we kunnen toch kijken naar, hè, wat jij ook in de discussies hebt, we kunnen kijken naar elementen in islam. Die wel degelijk, maar gewoon expliciet staat, als iemand profeet verleden, maak hem dan dood, zeg maar. Waarom kunnen we dat niet benoemen en het daarover hebben, zeg maar? En als ik als een politieke partij dat aandurft om dat te zeggen, zonder daarmee te zeggen, hè, want dat is niet meteen zeggen, alle moslims moeten het land uit. Dat is een groot verschil. En ik heb heel vaak, als ik zeg, van ik vind religie maar stom, dat mensen dan meteen mee aanvallen, ja, maar niet iedereen is gewelddadig en zo. Ja, nee, niet alle wapens zijn gebruikt om mee dood te schieten, maar dat betekent nog niet dat we alle wapens maar laten liggen hier. Ja? Je kunt er ook herten mee jagen, maar ja. Ja, ik denk dat dat heel verstandig is. Als ik ook nog eigenlijk op de vorige vraag en op deze vraag tegelijk in mag gaan, dan zou ik zeggen dat wat de media in ieder geval niet moeten doen, want ik ben net als Evert ook een beetje huiverig om te zeggen wat ze wel moeten doen, is dat ze niet moeten zeggen, ja, maar de islam is een godsdienst van vrede. Of net zoals dat president Obama en premier David Cameron destijds hebben gedaan. IS heeft niks met de islam te maken. Of dat zijn geen moslims, dat zijn monsters. Ten eerste ben ik niet op de hoogte van de islamologische achtergrond van zowel president Obama als premier Cameron. Volgens mij zijn die niet ter zake kundig. Hij heet wel Barack Hussein. Ja, maar die zijn er meer. Ja. Maar ten tweede is het natuurlijk zo dat je dan oordelen gaat vellen die niet aan politici zijn. En ik denk dat er nog een tweede. Kijk, ten eerste zijn veel mensen die dat zeggen niet deskundig. Ten tweede neem je de oprechte gevoelens. En je zegt zelf ook, ik voel woede. De oprechte gevoelens van woede, die ook denk ik terecht zijn, die neem je niet serieus op die manier. Want op die manier krijg je dan eigenlijk van, ach man, zeur niet. De meeste moslims zijn toch vredelievende mensen. Er is niks met de islam. Je gaat dan eigenlijk niet serieus in op de woede die mensen hebben. En een derde reden om dat niet te doen is ook omdat je daarmee eigenlijk alleen maar meer munitie geeft aan de mensen die juist wel zulke soort populistische boodschappen hebben. Want als je maar blijft zeggen, nee, de islam is een godsdienst van vrede, in plaats van te zeggen, ja, er zijn een hoop moslims voor wie de islam een godsdienst van vrede is, van democratie, van vrijheid, van allemaal dingen die we doorgaans als goed beschouwen, maar er zijn ook moslims voor wie de islam een godsdienst is van doden, van bloed vergieten en van hoofden afhakken. En ik citeer nu een pro-IS geleerde. Die zegt, de islam is niet andere wang toekeren, zoals het christendom, of, maar letterlijk van doden, bloed vergieten en hoofden afhakken. Dat is letterlijk zo gezegd door pro-IS geleerde. Die zijn er ook. En het is niet aan mij, en het is ook niet aan politici om te zeggen, dat zijn geen moslims. Het is aan ons allemaal om te erkennen dat die mensen er zijn. Daar ook niet, dat ook niet verdoezelen. Erkennen dat die er zijn, dat het een probleem is, dat we met z'n allen een probleem ervaren. Maar tegelijkertijd verwaken dat dat niet negatieve gevolgen heeft voor die feitelijk overgrote meerderheid van moslims. Die ideeën niet heeft en die daden niet doet. Want het is gewoon een feit. Oké. Mag ik er één zin op? Ja. Je reageerde met name denk ik op mijn betoog daarnet ook. Ik ben jou dankbaar voor je opmerking, want ik denk dat het heel belangrijk is om die woede die mensen ervaren, de woede die mensen voelen, om die ook serieus te nemen. De vraag is altijd alleen als er woede gevoeld wordt, op wie precies? Dus waar ben je dan precies boos op? En ik denk dat je daar spelen de media een grote rol, want die framen op een gegeven moment het object van boosheid. Politici kunnen daar ook een rol in spelen. En dat is denk ik de vraag die je daar dan met name ook als academicus aan moet stellen. Wie bepaalt waar jij precies boos op bent? Helder. Mag ik even? Ja, dat Leon. Dat bepalen Leon. Toch in belangrijke mate de media. Ook nu weer zul je zien dat in belangrijke mate de media zullen aangeven hoezeer toch dit ergens een relatie heeft met de islam. Als we eens kijken naar de wijze waarop het eigendom van de Nederlandse media geregeld is, dan moet je zeggen dat de eigenaar steeds meer één eigenaar wordt die mede bepalend is voor het verhaal dat gegeven wordt, ook in de zogenaamde hoofdredactionele commentaren. Als je daar een inhoudsanalyse van maakt, dan zie je bijvoorbeeld met betrekking tot het autistisch beeld wat inmiddels van Poetin gemaakt is, of de kwestie van het neerhalen van het vliegtuig, hoezeer op één bepaalde wijze zeer partijdig door allerlei kranten, ook door kwaliteitskranten in Nederland, bericht wordt en commentaar wordt gegeven. Oké. Okay. Arjen, je hebt ook een harde stem, dus schreeuw maar. Ja, ik wil het wel proberen. Naast de
Wilders uit Geel. Kom. Dankjewel. Naast de, wat het motief ook kan zijn voor deze daad, is er ook de vorm. En de vorm is een heel klein groepje dat heel bewust ergens heen gaat of een eenling en om zich heen begint te knallen. En dat is niet intrinsiek iets met islam, dat zeg je ook met Breivik in Noorwegen, je ziet het met mensen die in de war zijn in Amerika. Dat komt, wel, volgens nog zijn het nog geen middelmatige CDA'ers die het doen, maar het lijkt allemaal extreme groepen lijken dat als een soort tactiek te hebben. En veel van de oplossingen of de aanpakken die jullie noemen zijn dingen die zeer lange termijn zullen zijn. Hè? Want bij al die groepen kun je zeggen, we moeten erin gaan, de muren afbreken, in dialoog gaan, maar dan heb je het over decennia of niet, zo niet langer. Hoe zou je om kunnen gaan met het probleem dat deze aanpak veel mensen wel concreet bang maakt en dat de enige oplossing een vorm van politiestaat lijkt te zijn, die niemand wil, maar er lijkt geen alternatief te zijn. Wat zou daar de overwegingen zijn? Oké. Okay. Ik breng hem aan jou. Dankjewel. Ja, dat is een hele goede vraag, denk ik. En ik denk eigenlijk dat als je daarover na wilt denken, over wat je daar kunt doen, alternatieven voor een of andere vorm van politiestaat, zoals jij het noemt, dat je het dan toch ook weer over lange termijn dingen hebt. Want als je constateert dat dit een typisch repertoire, zou je kunnen zeggen, van de laagmoderne samenleving is of iets dergelijks. Hè? De gek die met een kalasjnikov ergens naar binnen komt en om zich heen gaat schieten. En meestal ook redelijk trefzeker. En eigenlijk toch ook altijd vanuit een, net viel het woord autisme, maar vanuit een soort geïsoleerde positie, vanuit een zichzelf rechtvaardigende, in zichzelf rondzingende positie, of je dat nou meer psychosomatisch wilt duiden of meer religieus fanatiek of wat dan ook, maakt niet uit. Dat is een duidelijk herkenbaar fenomeen, denk ik. Dan denk ik dat je toch uitkomt bij de vraag, wat maakt dat er in een samenleving kennelijk behoorlijk wat van dat soort individuen ontstaan? En als je daar wilt gaan nadenken over wat zou je daar dan aan kunnen doen, net zoals wanneer je zou gaan nadenken wat je volgens mij moet doen over een vraag als waarom zijn die Parijse banlieues zo'n voedingsbodem van jihadisme? Wat is daar in de afgelopen decennia misgegaan? Wat heeft dat te maken met terugtrekkende overheid? Wat heeft dat te maken met neoliberalisme? En noem nog maar een paar dingen op. Als je daar wilt gaan nadenken over wat zou je daar dan tegenover kunnen stellen of aan kunnen doen, dan heb je het volgens mij per definitie ook over lange termijn strategieën en lange termijn oplossingen. En dan moet je op de korte termijn zeggen dat je, denk ik, zoveel mogelijk moet doen om te voorkomen dat dat soort daden gepleegd wordt. Maar tegelijk moet proberen daarbij niet in een soort politiestaat terecht te komen. Dat is een flinke uitdaging, denk ik. Want dan heb je het over controles op vliegtuigen verscherpen en dat soort zaken. En ik denk dat wij als samenleving daar eigenlijk al veel te veel van hebben. Controle op internet. We moeten eigenlijk ophouden. Er is nog ruimte voor. Laatste vraag. Dringende vraag. Ja, dan durft natuurlijk niemand meer. Maar... Nee? Oké, dan wil ik om te beginnen jullie bedanken voor jullie aanwezigheid bij deze heel snel, zoals gezegd, vanochtend voorbereide bijeenkomst. Ik wil de sprekers bedanken dat ze zo snel en op korte termijn hebben toegezegd en zo waardig hun taak hebben volbracht. Er valt natuurlijk nog veel meer te zeggen. Het Zuiderbeek-programma zal daar misschien ook ooit nog wel weer eens op terugkomen. Maar dan, laten we zeggen, in een nog wat meer reflexievere modus dan we hier al hebben gedaan. Maar ik ben in ieder geval heel trots op dat we dat hier op deze wat rustige en reflexieve manier hebben gedaan. De aanval was volgens mij daarop gericht. En ik denk dat in ieder geval wij ons kleine steentje hebben bijgedragen om die aanval te pareren. Daarvoor ook dank aan jullie. Dank jullie wel.